We zijn echt super excited. De voorbereidingen gaan goed. Zoals je ziet is iedereen druk bezig. We gaan echt een hele goede show. Gisteravond hebben we echt lights en sound gecheckt. En het was echt fantastisch. ik kan het niet beter zeggen. Echt de show die gegeven wordt. Mensen gaan versteld staan. Hoe lang zijn jullie in totaal met alle voorbereidingen bezig geweest? We zijn eigenlijk vanaf december begonnen. We begonnen als eerste met artiesten benaderen natuurlijk. In februari zijn we begonnen natuurlijk om het lichtelijk aan te geven dat we dit gaan doen. En in de laatste maand was het echt knallen met gewoon echt de voorbereidingen. Sowieso heeft zeg maar elke artiest heeft dan zeg maar zijn trailer. En daarin moeten hapjes en snacks worden gezet. Dus mijn team is al bezig om de vers fruit te halen. Er zijn wel voornamelijk in de drank heel veel bijzondere aanvragen gedaan. Ik ben zeg maar bijna een connoisseur geworden van verschillende wijnen en dranken die gevraagd worden die we soms gewoon niet op het eiland hadden. We hebben zeg maar vanuit onze team die in Amerika zat, die heeft een bepaalde drank meegenomen, vegan opties. Nou, dit is zeg maar onze food court of eigenlijk food lounge. Dus je hebt hier zeg maar de verschillende vendors, Ghana, Haiti, Suriname. Die hebben hier zeg maar hun stands, lokaal, Don Ramon, Soups for You, Kunuku Vegan. Weet je wel, dat zijn zeg maar een paar van de vendors die hier staan. Digicel Lounge. Op de tafels komt dan zeg maar chargers te staan. Dus dan kan je hier lekker zitten, je telefoon opladen. Kan je nog verder al je TikToks en Instagram Reels maken terwijl je op het festival bent. Vanavond begint hier Icons. Daarna hebben we Amanye. Dat is zeg maar de up-and-coming artist uit Jamaica. Wat kunnen ze hier morgen verwachten op de mainstage? De deuren gaan vanaf 1 uur open. Vanaf 2 uur begint het bij de DJ area. En dan 3 uur begint hier zeg maar op de mainstage. De mainstage deze is echt bedoeld voor de artiesten met bands. Dus om 3 uur begint Limey Murray. Daarna hebben we Essence Band, onze lokale band. Bouleria. Even kijken, Mr. Vegas. Daarna La Rouge. Moussa Keys. Nee, Gentleman. Moussa Keys. En dan als laatste Rema. Yes, heel erg veel zin in.